Deze nieuwsuitzending gaat echt over nieuws. Dit staat vandaag op, het is nou 8, nee, ik moet even kijken naar de datum. 19 april, en het is vandaag 19 april. Dit is vanmorgen om 10 uur geüpload op nu.nl. En het is daarna geüpdate om 11:15. Waarom snap ik echt niet, want je hebt het hier over 180 woorden. Misschien dat er ergens aangekondigd stond met een T. Het bericht is gepubliceerd door het ANP. Dat is het persbureau hier in Nederland, wat samenwerkt met Reuters. Ik ga hem even voorlezen. De Britse regering wil de verkoop van drinkrietjes gaan verbieden. Het plan is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen tegen de vervuiling van rivieren en zeeën met plastic. Samen kunnen we een echte verandering bewerkstelligen, zodat toekomstige generaties kunnen genieten van een natuurlijke omgeving die gezonder is dan nu het geval is, zegt premier Theresa May tegen de BBC. Londen streeft ook naar een verbod op de verkoop van plastic roerstaafjes. De Britse industrie zou alternatieven moeten ontwikkelen voor de rietjes en roerstaafjes die in de ban worden gedaan. Tientallen Britse muziekfestivals hebben tevens aangekondigd geen rietjes meer aan te bieden deze zomer. Ook willen de festivals uiterlijk in 2021 geen plastic dat niet herbruikbaar is, meer gebruiken. Slecht Nederlands. Volgens de Britse regering worden in Groot-Brittannië jaarlijks 8,5 miljard plastic rietjes weggegooid. Nou, wat is plastic? Waar heb je het over als je het hebt over plastic? Heb je het meestal over chloor met koolstof en waterstof? Dus vinylchloride. En dan heb je polyvinylchloride, dus PVC. Ja, je hebt een bak chloor nodig en een hele hoop koolstof en dan heb je plastic. Dus aardolie moet je hebben. Dus je neemt aardolie en chloor en daar maak je plastic van. Nou, dat hoeft helemaal niet. Ja. Dat waar je plastic voor gebruikt in de zin van drinkrietjes en zo. Dat kan je ook doen met hennep. Hennep, dat groeit tegen de klippen op. Het is een hele mooie plant. Waar je uren naar kan kijken. Zeker als die aan het groeien is. Prachtige plant. En zaden, jongen. En daarvan kan je alles maken. Die vezels die erin zitten, die kan je eruit dingen ze. Kan je een kleurtje geven. En dan kan je een rietje van maken. De teelt van hennep, die hebben ze verboden. Dus we hadden de mogelijkheid om lekker van alles te laten groeien. En dan kan je van alles van maken. En dat werd verboden. Nee, het moest allemaal aardolie worden. Had daar de familie Rockefeller wat mee te maken? Nou, ik denk het wel. Dus zitten we nu opgescheept met die rotzooi, dat stomme plastic. Dat is reden 1 dat we met die plastic rotzooi zitten. Als we gewoon normaal waren gebleven en niet van die achter die familie Rockefeller hadden aangelopen. Want die gingen zeggen, ja nee, geen hennep verbouwen, geen hennep verbouwen. Want als zo dadelijk komt Al Gore smeerlap vanwege de globale verwarming en dan krijg je belasting. En toen zijn we gestopt met die hennep te verbouwen. Ja, en dan moesten we al die rotzooi uit Saoedi-Arabië of uit Texas. Die aardolie, dat moest toch allemaal zo nodig van die Rockefellers? Dus hier had moeten staan, de Britse regering wil het verbouwen van hennep gaan bevorderen.
Dat plan is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen tegen vervuiling door plastic. Dan denk ik, halleluja, prijs de Heer. Nou, dan de gezeur. Oh ja, samen kunnen we ons terugbrengen naar de tijd dat je hennep mocht verbouwen. Zegt premier Theresa May tegen de BBC. Meer natuurlijker. Dus we heffen dat hele verbod heffen we op. Iedereen mag hennep gaan verbouwen. Laat die planten tegen de hemel aan groeien. Allemaal choppen aan het einde van het jaar. Zaadjes bewaren. En al die vezels in grote bakken doen. En afvoeren naar de hennepverwerkingsindustrie. Maak er maar wat van. Balpennen of zo. Drinkrietjes. Roerstaafjes. Londen streeft ook naar het gebruik van de hennepplant als roerstaafje. Dat wordt in de koffie gebruikt. De Britse industrie gaat nadenken over hoe ze de achterstand moeten inhalen, nu we al ongeveer 100 jaar gestopt zijn met het verwerken van hennep. Mooi. Tientallen Britse muziekfestivals hebben ook aangekondigd dat ze dat goed vinden. Mooi. En de Britse muziekfestivals willen uiterlijk 2021 totale toegang tot hennepproducten die gebruikt kunnen worden als roerstaafje of drinkrietje. Want daar kan je ook nog over nadenken. Je maakt maar één hennepproduct. Het ziet eruit als een rietje, maar het is ook een roerstaafje. Hè? Lekker goedkoop, man. En volgens de Britse regering worden in Groot-Brittannië 8,5 miljard van dat soort elementen weggegooid. En dat is dan geen enkel probleem meer. Want het is hennep. Je gaat toch ook niet janken over een stelletje verdorde rietstengels? Ja, maar die rietstengels die kunnen dan. Dan kunnen eendjes in verstrikt raken hoor, in zo'n rietstengel. Ja, dan hadden ze geen eendje moeten worden. Mooi bericht. Maar niet helemaal waar, hè? Want wat ze gaan doen is ze gaan dus, ons een beetje lopen pesten. Eerst maar tegen ons zeggen dat we alleen maar plastic mogen gebruiken en geen hennep. En dan gaan ze dat plastic verbieden. Ja, waar heb je het dan over? Homo. Ik wil er niet boos over doen, want dat maakt mij geen drol uit. Ik wil helemaal geen plastic roerstaafjes. Hier in Arnhem op het station heb ik wel eens een roerstaafje gepakt, omdat ik dan 's morgens vroeg had ik van die koffie. En dan moet je dan even roeren om die suiker met die melk, met die koffie te vermengen. En dan heb je zo'n houten dingetje. Ja, en die gooi je daarna weg. Ja. Ja, voor mij hoeft dat geen hout te zijn. Gebruik die bomen maar voor andere dingen. Gebruik daar hemp voor, hennep. Dat bekertje, zo'n koffiebeker, ook gewoon van hennep. Geen enkel probleem. En iedereen hier in Nederland, het zou toch mooi zijn dat de regering zou zeggen, nou, allemaal hennep op je balkon, maakt niet uit waar, in je woonkamer, hup, hennep, hennep, hennep. Ja. En dat er dan wel gewaarschuwd wordt van ja, als je je hele woning volzet met hennep, ja, waar moet je dan tv kijken? Want dat moet je de mensen tegenwoordig uitleggen, hè? Van als er een plant tussen jou en de tv in staat, dan kan je de tv niet zien. Om die kinderen een beetje te begeleiden van een maximaal aantal planten per woonkamer, zodat je nog tv kan kijken. Niet dat ik vind dat je tv moet kijken, maar dat is een ander verhaal. Hè? Je moet er ook af en toe naar de keuken lopen. En, ja. Iedereen zijn woning vol. Nationaal dicté schaffen we af. Dat is toch allemaal onzin. Dat wordt eens in het jaar hier in Nederland gehouden. Nee, dat doen we niet meer. Nationaal kampioenschap. Wie heeft het meeste kilo opbrengst? En die krijgt een appeltaart. Een veganistisch, biologisch, zonder suiker, alleen maar appels en goed doorbakken meel. En een beetje melasse eroverheen. Voor de gein.
Dat zouden we moeten doen. Iedereen aan de thuisteelt. Ja, maar dan gaan mensen ook die zaadjes, die bloemen en alles, gaan ze oproken en dan worden ze stoned. Dat is maar de vraag. Want waarom, het is een heel gedoe om alleen die vrouwtjes te gaan kweken. Als je gewoon hennep laat groeien. Ja. Je kan er touwen van maken, je kan er zeilen van maken. Van het, voor die zeilschepen. Maar dan kan je ook van al die tentendoek kan je ervan maken. Dus iedereen laat die planten groeien en die gaat vol verwondering kijken naar de uitwerking van dat zaad. En denkt, wauw, heb ik dat gemaakt. En dan choppen aan het einde van het seizoen. Al die handel in een bak. Of een zak. En afleveren. En dan krijg je, weet ik veel, €5. Tientje. En die zaden heb je netjes bewaard. Dus ja. Volgend jaar weer een heel seizoen. Heb je weer zoveel kilo. En van het vorige seizoen heb je geleerd. Dus dan daar. Oogst van het komende seizoen, die wordt een stuk hoger. En dan zie je het voor je, hier in Arnhem, al die flatgebouwen met al die balkons, die zijn helemaal vol met hennep. Geen gezeik, iedereen rijk. Ja, maar papa, waarom verbouw je hennep? Ja, jongen, daar kreeg ik zoveel tientjes in de maand voor. Oh, pap, is het daarvoor? Ja, jongen. En dat rietje waar jij door zit te drinken en waar jij je koffie mee roert, oh, dat is hennep. En dan mag je gewoon weggooien, hoor, want dat doet er helemaal niet toe. Want die plant, die was toch al dood. In zo'n wereld zou ik willen leven. Een beetje vrij denken. En dit soort geneutel, ik hou er mee op, man. Dan lijkt het net, ja, ik heb geen plastic rietje en dus ben ik eco. Nee, je bent helemaal niet eco, je hebt geen plastic rietje, meer niet. En trouwens, wat is het probleem met PVC-afval? Je moet het gescheiden opvangen, dat wel. Maar het is al lang ontdekt dat er bacteriën zijn en die kunnen PVC, polyvinylchloride, afbreken. Dat is geen enkel probleem. En dat chloor, dat komt dan vrij, want die PVC, die C is van chloor. Polyvinylchloride. Ja, die chloor komt dan vrij, dat wel. Dus heb je chloorgas. Als er chloor een verbond aangaat met het element natrium, dan krijg je keukenzout. En dat past prima in de zee. Want de hele zee zit vol met keukenzout. Had ook kunnen zijn. Londen heeft opdracht gegeven om de plastic, wat ze zelf veroorzaakt hebben, dat dat voortaan verzameld wordt. En iedereen die dat inlevert, die krijgt 10 cent per kilo. En Londen die gaat er dan al dat plastic wat ze zelf veroorzaakt hebben, ecologisch, biologisch verwerken. Dat denk ik ook. Maar verbieden? Kom op. Jo, want anders gaan de zeevisjes dood. Ja, het punt is, die Britse muziekfestivals, die zitten niet aan een rivier of een zee. Het is niet waar dat al die mensen die daar oetje, 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 oetje muziek komen luisteren, allemaal hun plastic in de rivier gooien. Hé, die gooien ze in de vuilnisbak. Ja, maar sommige mensen die gooien hun plastic rietjes gewoon in het gras van het muziekfestival. Ja, dat is mijn probleem niet. Hang je maar een bord op bij de ingang. Van afvalbakken zijn bedoeld om het afval in te stoppen. Inclusief die laatste hamburger die je niet meer lust. En niet op de grond gooien. En als jouw volk, als jouw publiek dat niet doet, ja, dat is jouw probleem, homo. Nodig geen varkens uit. Gewoon een bord erboven. Varkens not allowed. Pigs not allowed. Want die Britten die kunnen geen Nederlands. Oh, varkens mogen niet binnen. Klaar.
En als je dat wel doet en allemaal varkens binnenlaat en je hele terrein ligt onder de plastic rietjes, ja, dan zou ik zeggen een tuinhark. Zo'n bladerhark. Dan moet er geharkt worden. Ja, dat gaat dus wel van je omzet af. Ja. Ja, dan moet je mannetjes hebben die al die plastic rietjes bij elkaar gaan lopen. Dik en zo. Of je laat het terrein achter onder de plastic rietjes, maar dan krijg je ruzie met die terreinhouder. Die zegt van, hey homo, ik heb je het terrein verhuurd, maar die schoonmaak kosten. Ja, dat is toch het probleem van zo'n muziekfestival. En dan gaat Londen zich ermee bemoeien. Jeetje man, wat willen die lui nou? Willen ze echt dat wij ze gaan doodschieten? Zodat het geouwe hoer ophoudt? Ja, het is maar een vraag hoor. Ik wil niemand lastigvallen. Met mijn gedachten vooral niet. Maar ik vind het wel ongelooflijk onzin. En het is fijn dat Londen zich bezighoudt met onzin. Want dat dacht ik al. En nu weten we het zeker. Van op één terrein dan, het terrein van het milieu. Ja, wij van Londen, wij hebben de verbouwen van hennep hebben heel moeilijk gemaakt. En daarvoor in de plaats hebben we het volk hebben we polyvinylchloride gegeven, PVC, zoals je zegt, met chloor en koolstof. En ja, daar willen we wel mee doorgaan. En dat doen we ook, dat doen ze ook nog, hè? Weekmaker erin stoppen. Stelletje homo's. Een weekmaker, dat maakt de plastic buigzaam. En voor een weekmaker gebruik je cadmium. Ik ga nu niet het periodiek systeem de elementen erbij pakken, maar je mag toch begrijpen dat cadmium, dat is niet van jou. En dat hebben ze gestopt in kinderspeelgoed. En die kinderen die gingen knauwen op oma de beer of zo. Dat is een leuk beertje, kon je lekker in. Dat was een week van het weken plastic. En dan gaat zo'n kind zijn tanden erin zetten natuurlijk. Tja, en die kinderen hebben allemaal cadmium binnen. Heb je nog bisphenol A? Oh man. Ja, hou er mee op. Londen geeft toe dat ze ons ongelooflijk voor de gek gehouden hebben. Onze kinderen vergiftigd hebben met die weekmakers. Die weekmaker die lijkt tegenwoordig op het vrouwelijk hormoon. Dus oestrogeen. En het schijnt ook nog zo te zijn dat ze dat helemaal niet erg vinden, dat als je een Coca-Cola drinkt uit zo'n weekgemaakt bekertje, dan krijg je oestrogeen binnen. Je lichaam herkent dat als oestrogeen. Het is geen oestrogeen. Het is geen vrouwelijk hormoon. Het lijkt er wel op qua vorm. Dus al die jongens die worden allemaal heel wijfachtig. En die wijven worden nog erger. Die van, ik ben de baas. Ik ben de baas. Ik wil dat alles gebeurt. Sorry. Het is zo grappig. Dat verhaal van die weekmakers, dat was bekend in de jaren 70. Dat is fucking 50 jaar geleden. Ja, hoe stupid denkt de mens te kunnen zijn en toch te kunnen overleven? Ja, de vraag aan jou. Ja, mijn Perrie, nu maakt de lat wel heel erg hoog, want dan moet ik. Dan hebben we maar 50 jaar de tijd. En volgens jou is dat te weinig. Ja, dat is inderdaad te weinig. Want ik weet het al 50 jaar. En jullie nog. Homo's. Nee, heel fijn, zo'n Theresa May. Ik ga haar niet doen. Dat, never, nooit niet. Ik wil haar niet kennen, bijbels gesproken. Ik zou er wel een keer bij mij op bezoek willen hebben. Wil ik een fles vodka of tequila? Ik ben niet kieskeurig. Ik ben wel nieuwsgierig. Ik denk wel dat ik daar een beetje tequila bij nodig heb. En nou, 2 limoenen. En een zoutpot.
Een ons zout. En ik zo lekker iedere keer als Theresa May wat tegen mij zegt, dat ik zeg van, oh wow, bitch. That you said good. En dan snel de Kia erin. En dan, hoppakee, citroen. Of limoen. Liever limoen. Ik ben er wel aan toe. Ik heb de laatste tijd de Kia gedronken met citroen. En ik schrak, gisteravond smaakte ik weer limoen. En dat is toch lekkerder dan citroen. Natuurlijk wil ik Theresa May wel leren kennen. Met een fles tequila. Maar ik wil haar niet bijbels leren kennen. Want kennen op de bijbelse manier betekent seks hebben. Nee, ik wil geen seks met Theresa May. En dan mag Theresa May zich beledigd voelen van, oh, mijn Perry is seksistisch. Ik wil geen seks met Theresa May. Ik heb niet eens een foto van haar gezien. Maar ik heb wel gehoord wat ze allemaal gezegd heeft. Want ik, oh. Ze lijkt wel op die tuthola die hier in Arnhem de burgemeester was. Die koken. Hoe heet ze ook weer? En die vriendin van mij, die in de prostitutie heeft gewerkt, die woonde naast haar. Want zij was dus als burgemeester, ging ze tussen het volk wonen. Ja, dan komt ze dus naast mijn prostituele vriendin kennis te wonen. Ja, die kent er wel. En ook zo'n tut. Wat moet ik met een burgemeester van Arnhem die kook snuift? Dat wil ik helemaal niet. Hey, dank jullie wel voor het luisteren. En ik wens ons veel succes met Theresa May en die tuthola die hier in Arnhem de burgemeester was. Een beetje lange vrouw, blond haar. En ze had een man. En ik ken een andere man, die is inmiddels overleden. En die zei, die twee zitten in de cocaïnehandel. En dat doen ze via de daklozen. Oh, het zou zomaar kunnen hoor. Dus ik wens ons veel succes toe met dit soort ongelooflijk slimme gouvernanten. En dat wij maar mogen overleven. En een beetje gezond doorneuken. Denk om die kinderen. Hè? Want als je niet neukt, krijg je geen kinderen. En als je geen kinderen hebt, dan kan je er niet voor zorgen. En als je niet voor kinderen zorgt, dan heb je je taak verzaakt. Punt. Homo. Hey, dankjewel voor het luisteren. En op zijn hamburgers zag ik tjus. Een dag liefarts.